Hallo, mijn naam is Job van der Bijl. Vandaag gaan we weer lekker koken. Vandaag staat op het menu Fuyong Hai. Dat is een iconisch gerecht uit de Chinees-Indische keuken, oftewel de afhaal-Chinees. Ik krijg heel veel vragen naar dit recept. Dus vandaag gaan we eraan beginnen, want het is niet zo heel moeilijk. Deze Fuyong Hai maken we met kipfilet. Je kunt hem natuurlijk ook met andere soorten vlees doen of helemaal vegetarisch. Dan laat je de kip eruit of het vlees. Maar ik doe met kipfilet en ik begin met de filet in hele dunne plakjes te snijden. Echt flinterdun. Dan doe ik het even in een kommetje. Nu gaan we het marineren. Ik weet niet of het je wel eens opgevallen is, maar de kipfilet van de Chinees is nooit droog of taai. Is altijd heel mals, een beetje een hele andere structuur dan wij gewend zijn. En dat komt omdat ze een andere manier gebruiken, een andere techniek om te marineren. In het Engels heet dat velveting. Velvet is Engels voor fluweel. Ik denk niet dat wij er een goed Nederlands woord voor hebben. Je zou kunnen zeggen fluweliseren of zo. Maar dat gaan we dus hiermee doen. En dan krijgen we inderdaad hetzelfde effect als wat de Chinees heeft. Dus om een fluweelzachte marinade te maken, hebben we deze ingrediënten nodig. Eigenlijk is deze hoeveelheid voor ongeveer een pond kipfilet. Dit is ietsje minder, maar dat is niet zo erg. We beginnen met zout of zoutsel. 1 theelepel. Vitsin, oftewel MSG, oftewel mononatiumglutamaat. 1/2 theelepel. Is wat de Chinezen heel veel gebruikt. En dit ga ik je eventjes goed invrijven in de kip. Dan ga ik eraan toevoegen 1 eiwit. Dus dan moet je even het ei splitsen. Dus je laat het eiwit. Als je hier niet zo handig mee bent, kun je het beter even oefenen met een ander bakje. Dat je eigeel er niet. Ik weet niet of dat kwaad kan. Dus eiwit, eigeel dus niet. Die mag je later dan even opbakken. Lekker gebakken eigeeltje. Dit en dan gaat er verder bij. 1 eetlepel maïzena. Maïzena. 1 eetlepel Chinese rijstwijn. Shaoxing, ik weet niet hoe het uitspreekt. Gewoon 1. Eetlepel erin en tenslotte een eetlepel olie, gewoon zonnebloemolie. En dit kneden we weer even goed door elkaar, mengen we goed. Je krijgt nu een heel eng glibberig mengsel, maar dat kan natuurlijk niet anders met dit soort ingrediënten. Gewoon even goed door masseren, dat de stukjes kipfilet helemaal bedekt zijn. En het ziet er niet uit, maar dat maakt niet uit. Heerlijk van die glibberige handen van. En dit gaan we eventjes aan de kant zetten op kamertemperatuur. Dus gewoon even in de keuken laten staan. 20, maximaal 30 minuten. Niet langer, want dan wordt het slijmerig. Dus 20 minuten en dan heb ik mooi even de tijd om de andere ingrediënten voor te bereiden. Dus deze gaat nu aan de kant. Terwijl de kip aan het marineren is, gaan we de saus maken. Ik heb 1/2 liter water, 500 milliliter kan ook. En dan doe ik 100 milliliter gewone Naturazijn. Gewoon die dingen uit de supermarkt. Het goedkoopste spul wat er is, daar giet je 100 milliliter bij in je maatbeker. Die hou ik even bij de hand, dan kan ik gelijk blussen als dat nodig is. We gaan nu de saus maken. Ik gebruik een hapjespan. Daar doe ik olie in, flinke scheut, ongeveer 50 milliliter als je het wil afwegen. De olie is nu aan het opwarmen. We gaan nu een soort roux maken. Ik heb hier 40 gram bloem. Die doe ik in de olie. En ga dit even opbakken. Al roerende, laat de bloem niet verbranden. Op een gegeven moment gaat het een beetje borrelen.
Zodat hij net niet bruin begint te worden. Stel dat hij bruin begint te worden, dan moet je ermee stoppen. Kijk, je ziet dat er bubbeltjes komen. Dus nu is hij aan het bakken. Zo is dat mooi, denk ik. Hier heb ik een blikje tomatenpuree. Dat zijn de blikjes van 140 gram. Je hebt die kleintjes van 70 gram. Ik gebruik dan het blikje van 140. En die ga ik eventjes meebakken met de bloem. Ook denk ik een minuutje of twee. Even goed met elkaar mengen. Dan krijg je een soort dikke puree. De bloem gaat de tomatenpuree ook nog wat binden. Dus ik krijg nu echt een dikke brei. Goed, als je dat even gebakken hebt, heb ik hier het mengsel wat we net gemaakt hebben met die halve liter water en 100 milliliter azijn. Dat gaan we er nu bij gieten. Dan pak ik even een garde erbij, want nu gaan we dat eventjes loskloppen zodat er geen klontjes meer in zitten. En nee, het is niet erg dat ik met een metalen garde in een anti-aanbaklaag zit. Je mag niet met een scherp metalen voorwerp erin, maar hier beschadigt hij niet van. Als de klontjes eruit zijn, kunnen we natuurlijk weer gewoon met een normaal gereedschap roeren. En terwijl ik dit aan de kook ga brengen, ga ik de smaakstoffen toevoegen. Nou, om op smaak te brengen, voegen we eerst, het moet een beetje een zoetzure saus worden. Het zuur hebben we al, hè, van de azijn. Dan gaat er 75 gram suiker in. 2 eetlepels gembersiroop. 1 eetlepel van die Chinese rijstwijn, Shaoxing, denk ik. Chinees is niet meer wat het geweest is. Dan gaat er nog in een halve theelepel zout of zoutsel. En een mespuntje of een kwart theelepeltje vetzin. En dan nog het sap van een halve sinaasappel. En dan moet ik even een mes pakken. Hebbes. Dan een beetje een lekker fruitig smaakje van. Die erbij. Even roeren tot alles is opgelost. Het begint nu een beetje te koken. Laten we nog eventjes een paar minuutjes heel zachtjes doorkoken en gaar worden. Je ziet, het is niet een hele dikke saus, dat is ook de bedoeling. Wil je hem toch dikker hebben, kun je hem nog even binden met aardappelzetmeel of eventueel met maïzena. Maar ik zou hem zo laten, dit is echt wel een goede dikte. En vind je hem te dik, dan kun je er nog wat water bij doen. Nou, hij heeft nu even lekker een paar minuutjes zachtjes zitten pruttelen. Dus dan ga ik deze uitzetten en dan gaan we verder met de ingrediënten, met de omelet. Een heerlijk zoetzuur sausje, ook heel geschikt als een lekker dipsausje of lekker lumpia sausje. Gewoon een lekkere, milde, zoetzure saus. Nou, de saus is nu klaar en in de tussentijd zijn we een klein half uurtje verder. En ga ik de gefluweliseerde kip ga ik heel eventjes koken. Ik heb even een pannetje water aan de kook gebracht. Je kunt ook in hete olie kun je het verwerken. En we gaan hem zo met de marinade en al in het hete water doen. En heel eventjes koken. Even bijna aan de kook brengen. Het ziet er niet uit. Je kunt eventueel dat eiwit eraf scheppen. En je ziet dat al heel snel begint de kip wit te worden. En dat is echt een kwestie van 1, maximaal 2 minuten. Dit is dan een heel klein pannetje. Dus dan koelt het water wat af. Hetzelfde in de olie. Hoeft eigenlijk maar heel eventjes in de hete olie als je dat doet. Kijk, en eigenlijk is hij nu al klaar. Heeft er denk ik nog geen minuut in gezeten. Nu is hij wit.
en klaar om verder verwerkt te worden. Dus als je Chinese gerechten maakt of roerbakgerechten, waar kip of, en het geldt ook voor andere soorten vlees, rundvlees, varkensvlees, kan je op dezelfde manier verwerken. Het voordeel ook van fluweliseren is dat de kip niet krimpt, zoals als je gewoon een kipfilet bakt. Komt een hoop vocht uit en dan krimpt het en dan wordt het droog. En nu heeft het echt die structuur die de kip van de Chinees heeft. En nu is hij klaar om verder verwerkt te worden. Dus als je bijvoorbeeld een roerbakgerecht maakt, kun je het zo verwerken. En wij gaan natuurlijk straks een omelet voor de foulenhai verwerken. Dus ik zet dit even aan de kant. Voor de omelet doe ik 6 eieren in een kom. Ja, je kunt natuurlijk dat eigeel van net eventueel nog bijgooien, als je die nog hebt bewaard. 3, 4, 5, 6 maal. Gaan we het ei even op smaak brengen met een beetje zout. Ik denk een halve theelepel is waarschijnlijk genoeg, maximaal 1, hangt ervan hoe zout je het wilt. En een half theelepeltje vetzin. Dat kloppen we even los met een vork. En dan gaan we daar de groente aan toevoegen. Ik doe 2 champignonnetjes. Snijd ik in hele dunne plakjes. Dat kan er doorheen. Klein stukje paprika voor de kleur. Het is echt maar een klein stukje te zijn. Natuurlijk afspoelen. Die snij ik in dunne reepjes. Dat geeft even mooi wat kleur eraan. En een klein stukje prei. Het is echt maar een heel klein stukje te zijn. Haal de buitenste blaadjes eraf. En deze blaadjes spoel ik even af. Het is niet helemaal schoon. Dat snijd ik even in dunne ringetjes. En eventueel... doorsnijden. Kun je er ook nog wat van die bamboereepjes erheen doen. Dat is wel echt Chinees, maar het geeft wel een aparte smaak eraan. En het is me opgevallen dat de Chinees dat tegenwoordig ook niet altijd meer doet. Het hoeft niet, het is optioneel. Je hebt maar een heel klein beetje nodig, dus dan blijf je met een heleboel bamboereepjes zitten. Dus ik kies er vandaag voor om het niet te doen, maar voel je vrij. En als je dan bamboereepjes overhoudt, kun je die bijvoorbeeld gebruiken voor in de chapchoy of in de lumpia. Maar ik doe het vandaag dan even niet. Nou, dit is het mengsel en dan gaan we beginnen met de omelet te bakken. Nou, dan gaan we nu de omelet bakken. Even ook in een hapjespan, dat kan ook in een wok. Mag olie in, best wel een ruime hoeveelheid. Niet te kinderachtig. Klop dan de groente nog even goed door je omelet. Even goed mengen. Dan wacht ik even tot de olie heet is. Hij moet goed heet zijn, de pan. En dan gaan we hem straks bakken. Eerst de ei met de groente. En dan op het laatst doen we de kip erbij. Die is in principe gaar. Die hoeft alleen nog een beetje op te warmen. De olie is nu lekker heet. Dan kan het ei erdoor. Eerst even een klein beetje doorroeren, tot het bijna helemaal gaat stollen. En dan moet je niet meer roeren, want we willen dat het één stuk wordt. Zo, nu is het goed geweest. Gaan we even een paar minuutjes bakken, dat de onderkant net een klein beetje bruin begint te worden. En dan hopelijk is hij stevig genoeg dat we hem in één keer kunnen omdraaien, maar waarschijnlijk is dat niet het geval. Het kan ook in een paar stukken, dat is niet zo erg. Dus er kan de kip er ook bij, dat die ook een beetje bedekt wordt met het eimengsel.
Nou, ik heb nu een mooie omelet. Hij is van boven nog niet helemaal gaar, maar dat geeft niet. Ga ik kijken of ik hem om durf te draaien. Ik kan hem ook een beetje aan de calzone dubbelklappen. Kijken of ik hem zo kan omdraaien. In etappes. Nog niet veel donkerder dan dit. Doe de andere kant nog eventjes. Een beetje gaar worden, dat hoeft niet zo lang. En dan hebben we een hele mooie, goed gevulde bouillon haai. En als die klaar is, dan ga ik die saus nog even opwarmen. Hij is nog een beetje warm. En dan kunnen we hem opdienen. Ja, ik heb de saus inmiddels weer een beetje opgewarmd. En deze is ook klaar, dus die kan uit. Gaan we hem nu opdienen. Kijk, en dan gaan we nu de omelet in de bakjes scheppen. Kijk, dat maakt niet uit dus dat ze kapot gaan, want het past toch nooit in één keer in het bakje. Want we gaan natuurlijk opdienen, zoals bij de Chinees. Zo, dat is het ei. En dan de saus. Lekker royaal met saus eroverheen. We houden van saus. Nou, kijk eens jongens. Zijn eigen echte heerlijke zelfgemaakte bouillon haai. Zoals van de afhaal Chinees. En dan is het natuurlijk pas af. En de portie nasi erbij. En sambal bij. Eet smakelijk. Vond je het nou een leuke video? Like dan deze video en abonneer je op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke en lekkere recepten die ik heel graag met je wil delen. Doei!